Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Sam hebben we naar school gebracht. Liam ligt weer op de bank, die is nog steeds niet lekker. Jordi heeft vandaag studiedag. Dus de vrijdag en mama, niks, niemand is mislukt. Dus dat. Ik heb al vanochtend even gauw boodschapjes gedaan. Zodat we in ieder geval eten hebben. En dat ik nadat we Sam hebben opgehaald niet meer weg hoeven. Ik moet straks wel even nog naar de kruidvat. Maar ja, dat kan ook wanneer Niels thuis is. Want Niels die komt tegen 4:30 ergens thuis. Dus dan kunnen we eten. En dan kan ik daarna gauw even naar de winkel. Oei, weer? Oh, zie die bel dan. Zie die bel dan. Papiertje, papiertje, papiertje. Gauw, 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 gauw. Snel, 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 snel. Hè? Ja. Dus dat. Ik ga even gauw drinken maken voor die twee kleine guppen. Want ze hebben ook al een krentenbol op. Dus ze zullen wel dorst hebben. En gisteravond is er dus niks meer gebeurd. Ik heb niet opgeruimd, niks. Niels heeft voor mij nog wel de vaatwasser aangezet. Maar voor de rest niet veel. Mannen, altijd hetzelfde verhaal. Dus ik ga gewoon rustig mijn dag beginnen. Ik heb mijn dag niet, maar prima. Ik had slaap wel nodig. Dus we gaan gewoon dingen doen. Nou, Jordi slaapt net pas. Liam die slaapt al even. En Sammy is net wakker. Die is even een krentenbolletje aan het eten. Dus die zit lekker bij mama. Ik ben even chocolaatje aan het eten. Dus ja, dat. Moet ook nog even uploaden. Ga ik zomaar even doen. Iets wat we nu heel veel doen, hè, jongen. Knuffelen. Ja. Maar ik mag ook niet te dicht op hem zitten. Want dan word ik weggeduwd. Maar hij wil wel tegen me aan liggen. Dat dan weer wel. Maar ik mag geen kus geven. Ik mag ook geen knuffel geven. Maar hij wil wel bij me liggen. Dat dan weer wel. Helemaal logica zit er niet in. Maar ik doe maar wat hij van me eist. In die zin nu dan, hè. Nu hij ziek is. Maar zo is niet lekker. Papa heeft net wel alle kinderen in de douche gedaan. En ja, ze gaan vaak naar bed. Een zetpil in de kont. Kontkanonnetje erin, hè. Douche smeren. En slaapje doen. Een hele goede morgen. Vannacht is Sammy ziek geworden. Ja. Ja, Sam, hè. Je hebt koorts, hè. Dus die is vannacht ziek geworden, maar met de juiste hulp van papa en mama is hij weer lekker gaan slapen. Dus dat is positief. We gaan wel kijken hoe het loopt. Ik heb gisteravond even tijd voor mezelf genomen. Mijn nagels gedaan. Een beetje glitterig. Liam en papa liggen lekker onder de deken. Liam, waar ben je nou? Liam. Joef. Liam. Ja, waar ben je dan? Liam. Hé, hey, daar was hij. Liam. Kiekeboe. Kiekeboe. Hij voelt zich nog niet toppie-toppie, maar het gaat wel een stukje beter, toch papa? Mm. En Jordi, die zit daar lekker in zijn eigen wereldje. Gewoon lekker zijn ding aan het doen. En ja, ik heb knalende koppijn. En ik weet ook waarom. Maar op dit moment heb ik daar geen behoefte aan om het uit te leggen. Dat zal ik wel een keer uitleggen, maar momenteel even nog niet. Kom nou. Sammy. Ik heb van alles al gedaan vandaag, niet gefilmd.
Maar we gaan een broodje hamburger eten. En ik heb voor de kinderen heb ik al klaar. Voor Niels heb ik al klaar. Maar ik zal even laten zien hoe dat ik mijn broodje hamburger gebouwd wil hebben. Oké, ik moet het even snel vertellen. Wit bolletje, op de bodem doe je farmer salade op. Dan heb je een hamburger met kaas die je er op doet. Ik heb altijd van die smeltkaas. Dan pak je een beetje mosterd en dat doe je op de deksel van het broodje. Doe je wat mosterd. Dan pak je een paar plakjes ei. Die doe je er natuurlijk even bij, want dat is ook lekker. Jam, jam. Dan pak je een beetje mayo. Doe je een beetje mayo erbovenop. Huppakee, klaar. Pak je augurk, kleine tomaatjes. Plak je erop, want die mayonaise is dan gewoon lijm natuurlijk. Dan doe je er curry bovenop. Doe je rauwe uitjes erop. Kan ook gebakken uitjes. Maar hey, eigen fantasie. Dit is mijn broodje die ik op dat moment aan het bouwen was. Smakelijk! Jullie vragen je waarschijnlijk af, waarom vul je Sam wel als hij ziek is? Nou, dat is een hele lichte, simpele verklaring. Omdat Sam als hij ziek is, nog steeds heel vrolijk is. Hé Sam? Je bent nog steeds vrolijk, hè? Ook al heb je kort. Ja! Maar zijn broer? Papa? Is ook vrolijk. Ja, maar zijn broer als hij ziek is? Dan heeft hij echt een mannetje. Dat dus. Dus vandaar dat ik Sam wel film als hij ziek is en Liam niet. Want Sam is gewoon nog vrolijk. Hm? Liam, waar ben jij? Liam! Liam! Liam, waar ben jij dan? Waar? Daar? Echt waar? Oké, we hebben nu iets unieks hier. Let niet op de rommel op de aanrecht, want we moeten nog opruimen. Jordi die de rietjesbeker van Liam heeft gepakt. Hij zit natuurlijk niet op het rietje te zuigen. Om het even niet viezer te laten klinken dan wat het is. Maar hij zit er gewoon op te knauwen. En ja, we laten hem gewoon lekker in doen. Het zou wel mooi zijn als hij dat zou kunnen. Lekker uit de rietje drinken. Mm-hmm. Maar zoals je ziet is hij daar niet aan het doen. Goedemorgen. Deze knul is nog steeds ziekjes. Liam die is chagrijnig. Lijkt op zijn moeder. 'S morgens. Die zit bij papa. Jordi zit tegenover me lekker te spelen. En ja. Ik heb vandaag 2 doelen. En dat is beddengoed en de was. Voor de rest zal ik niet aan andere doelen toekomen. Want we moeten ook knuffelen, hè. We moeten kroelen en knuffelen. Het is weer zondag, dus wat gaan we doen? Mam heeft ontbijtje gemaakt. Tadaa! Kindjes zijn inmiddels allemaal wakker. Liam die was weer in een chagrijnige bui. Laten we het 2 jaar puberteit noemen. Ondertussen is Niels de kindjes wat aan het voeren. Ik ja, ben knoten, dacht ik al. En ik ga heel even schoenen aandoen en even naar de winkel. Sammy heeft nog steeds verhoging. Dus ik zei tegen Niels, ik ga wel even alleen. Ik heb een hele hoop was weggewerkt al. En opgevouwen en gedaan. Dat. En we hebben de achtertuin opgeruimd. Niet schoongemaakt of wat dan ook, maar gewoon opgeruimd. Dus ik geef schoenen aandoen, laat ik de achtertuin zien, ben ik pleitos. We hebben alles netjes neergezet. En dit wordt mijn winterkoelkastje. Maar daar ga ik jullie nog in meenemen. Ik wil eerst iets meer
bedenken hoe ik het wil aanpakken. Wel, dat kan jij. Stappen. Jawel. Stappen. Oh, moet je er weer door? Kom het ernaast. Ja, kom je maar. Hallo, dat is joemelen, hè? Dat is niet eerlijk. Kom. Stappen. Jawel. Stappen. Sexy bent van me. Kom je maar. Nee, ja. Kom je maar. Kom dan. Kom dan. Jongen. Nou, ik ben inmiddels weer terug van de winkel. Ik heb even met Jordi gelopen, zoals jullie zagen. En nu ga ik gekruide aardappeltjes maken. We eten kipburger met aardappeltjes uit de oven en ertjes met botteltjes. Sam vindt dat lekker, dus toppie. Maar goed, ik heb hier dus aardappels. Daar gaat in olie, welke olie ook wil. Ik heb deze nou voor handen. Olie is duur, dus wat je maar net wat je hebt. Je kan ook kokosolie pakken als je er wil. Ook prima. Nou, wat gaat er allemaal in? Paprika poeder, aromat, nootmuskaat, uienpoeder, pepert, knoflookpoeder. En ik heb er een beetje tijm in gedaan. Hoeveel van alles? I don't know. Dat is echt zoveel. Dan pak je een lepel. Het ziet er ondertussen zo uit. De reden dat ik zo film is als er hier een kind doorheen loopt. Liam die loopt een beetje bloot rond. En Sam die... Ja, is nou ook op zijn ziekst, denk ik. Dus vandaar. Dus het ziet er dan zo uit. Ga je mengen. Dan ziet het er zo uit. En dit gaat op 200 graden. Half uur. 40 minuutjes, 30 à 40 minuutjes gaat dit erin. Ondertussen een keer zo, niet de hele tijd. Gewoon als je op de helft bent ongeveer. Een keer ronddraaien. Dan ja, zijn ze lekker. Gewoon echt lekker. Ik zal het eigenlijk laten zien als het klaar is. En als je afvraagt hoe dat het eruit ziet. Het ziet er zo uit. Lekker. Kindje ligt op bed. Hopelijk slaapt Sam vannacht door. Want dat had hij afgelopen nog niet gedaan. En dan is het tijd om nu even op te ruimen. En voetbal te kijken. Ja, ja. Ik niet. Ik ga lekker met een vriendin bellen. En dingetjes klaarzetten voor morgenochtend. Tada! Maar dit is wel het einde van deze vlog. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.